Welkom Future Builders. Uh, welkom in uh, de presentatie van de Groot Franshoop Groep. Uh, de Groot Franshoop Groep is uh, een bedrijf van de Volker Wessels uh, onderneming. En uh, ja, de Bouw Nederland heeft mij gevraagd of ik jullie uh, mee zou willen nemen in het bouwen uh, in de toekomst. Dus het circulaire bouwen, wat uh, volgens ons noodzakelijk is. Um, ze hebben ook gevraagd om jullie te laten zien. Het circuit van Zandvoort, daar hebben we een medical center gebouwd omdat dat snelheid aangaf en uh, uh, daarvan heb ik gemeend die niet erin te moeten zetten. Maar ik heb die snelheid op een andere manier uh, voor jullie erin gebracht en ik ga jullie door 223 slides heen halen. En uh, ik hoop dat we jullie dat gezien hebben, dat jullie echt ook een beeld hebben hoe je echt uh, vorm kunt geven aan het bouwen van de toekomst. Ja, future builders. Uh, ik heb daar een plaatje in staan, dat zijn de future builders. En de future builders, die hebben een behoorlijke uitdaging. En um, ja, niet alleen omdat uh, de hesjes die ze nu aan hebben en de helmen een beetje te groot zijn. Daar gaan ze wel in groeien. Maar veel meer omdat de voorraad grondstoffen, waar ze straks mee bouwen moeten, veel te klein is. Dus daarom moeten we circulair bouwen. En daar ga ik met jullie over hebben. Ik ga jullie eerst even vertellen waar ons bedrijf uh, zit. Die zit in Twente, in Vromse op. En ik ga jullie ons bedrijf laten zien, onze mensen laten zien... ...en de concepten die we voeren. Vromsoop um, ligt in uh, Overijssel. En um, daar hebben we drie vestigingen. Uh, we hebben een vestiging in Vromsoop. Dat zegt het al, de Groot Vromsoop. Een vestiging in Rijsen En net een nieuwe woningvestiging in Enschede. Um, ja, onze bedrijventerreinen uh, die in Vromsoop liggen... Dat, ...die wel zo ongeveer 10 hectare... Uh, bedrijven, terrein en daarvan is ongeveer de helft bedrijfshal. Um, van die bedrijfshallen, uh, van die 4 hectare bedrijfshallen, is ongeveer 2,5 uh, bedekt met zonnepanelen. Dus we hebben 2,5 hectare zonnepanelen op onze daken van onze bedrijven liggen. En uh, ook omdat we daarmee heel duurzaam zijn, ook heel veel energie opwekken uh, en gebruik maken van ons dakoppervlak. Ja, de Grootvormsoopgroep. We bestaan al 94 jaar. Daar hebben we vier jaar geleden gevierd. Uh, s morgens met een ontbijt samen met onze werknemers. We hebben tafels in onze fabrieken gezet. Uh, die waren volgens mij iets van uh, 60 meter lang. En er is uh, s morgens om 7 uur, net als de familie, hebben we daar een gezamenlijk ontbijt uh, genuttigd. Daar hebben we s'avonds zondag gevierd met de familie De Groot. Die niet meer betrokken is uh, met het bedrijf, die al jaren geleden uit is getreden. Maar we hebben toch gemeend om de familie nog uh, erbij te moeten betrekken en daar een uh, toost op uit te brengen. En tevens hebben we toen de familie de groot het uh, 90 jaar de groot Soap boek overhandigd. Waar je s'avonds ook een show bent, allemaal geregeld door onze personeelsvereniging en onze medewerkers. Zodat iedereen ook goed aan zijn trekken kwam. Buiten hadden we tenten staan waar je eten en drinken kon. Dus uh, als je s'avonds naar huis ging en je had te weinig gehad, dan... Uh, Lag het lag in ieder geval niet aan de uh, organisatie van het feest. We hebben onze bedrijven opengesteld en uh, we zagen dan ook iedereen die was trots. En zo stond er ook in de Tubantia, de plaatselijke krant. Um, de werknemers konden werkplek laten zien en uh, tonen aan hun kinderen en aan uh, de familie. En ja, de mensen waren trots dat ze bij de grootwerken En dat heeft ook gemaakt dat we zowel in 2018-19 maar ook in 2019-20 een drie-sterren beste werkgever bouwden. Uh, zijn geworden en dat zijn eigenlijk het hoogst haalbare, en die prijs is ons toegekend door onze werknemers. Ja, en we staan wat anders in het leven, want wij zeggen: van uh, hoe passen wij in jouw leven? Dus we vragen niet: hoe pas jij in ons bedrijf? Nee, wij draaien het om: hoe passen wij in jouw leven? En daar draait het volgens ons om. Uh, we kunnen met elkaar uh, hele mooie dingen doen en net zoals uh, uh, de heer De Groot, die zeg maar 94 jaar geleden het bedrijf opgericht heeft en. Uh, wat mooi is in dit plaatje uh, rechts, daar zie je dat het woonhuis uh, wat er zit, uh, er zit een houtopslag naast. Dus je ziet dat de houtopslag niet veel groter is dan het huis. Daar is het begonnen. En als je dan nu weet dat we nu ongeveer aan uh, alleen al in Franshoop 4 hectare overdekte uh, productielocatie hebben, en dan nog 5000 meter in Reizen en in uh, Enschede, dan is dat ontzettend uh, gegroeid. Ja, en we werken met producten die groeien. Uh, hier zie je um, bomen waarvan uh, je hout uh, kunt maken. Dus uh, een boom groeit. En als je een boom oogst en je zaagt en droogt het, dan heb je hout. Dan heb je uh, planken of balken waar je heel mooi mee kunt bouwen. Um, ja, we hebben hier een boom even uit elkaar gehaald. En je ziet boom, de boom nog met het uh, groen eraan. En je ziet eigenlijk helemaal beneden uh, dat, dat het hout helemaal ja, opgebouwd is uit vezels uh, die eigenlijk een boom. Uh, maken. En je ziet dat in uh, 1927 begon het met de productie en prefabricage van kippenhokken. En dat was in 1932, werden er al uh, kaarten gemaakt en die werden verdeeld over Nederland uh, voor kippenhokken die je kon bestellen bij de Grootfonds Dus kan er klaar kippenhok als product en die werd dan uh, geleverd door de Grootfonds Soap uh, waar je maar wilde. Um, ja, en hoge kwaliteit kippenhokken sinds 1932 op die manier. En toen zag je ook al dat in die jaren. De, het begon al een industrie te worden: de grootste houtbouwindustrie. En je ziet hier de mensen die in de, in de jaren 30 uh, op de, ja, in, in de fabriek gebouwen maakten, woningen maakten. En er lag zelfs al een spoorlijntje door de fabriek. waar we het hout aanvoerden voor het produceren uh, van die gebouwen. En we kregen recentelijk een kaart toegestuurd. Uh, ...van een familie uit Groningen. En die kaart die stamt uit 1935. En die woning is in 1935 gebouwd op uh, Ameland. Dat stond er achter op de kaart. En die woning die heeft er al 80 jaar gestaan. Dus een houten woning die geproduceerd is, die staat er al 80 jaar. Wat mooi is, dat die woning toen de tijd 1000 gulden kostte, inclusief BTW. Even voor jullie beeld, dat is 450 euro, inclusief BTW, had je dus... Um, deze woning. Nou, dat, uh, dat, dat moesten we nog kunnen, dat kunnen we niet meer. Maar we maken nog wel steeds woningen. Dat doen we dan op uh, deze manier. Bijvoorbeeld met uh, dakelementen en gevelelementen, worden allemaal in de fabriek gemaakt, zodat een huis snel uh, dicht kan. En hier zie je eigenlijk uh, een van onze fabrieken, waarin we de gevels en daken voor huizen maken. Uh, dit is een meer geautomatiseerde lijn, waar we meer de standaardproducten maken, bijvoorbeeld voor morgenwonen. En ja, er is veel geautomatiseerd en ook veel gerobotiseerd, daar waar het kan. En we zijn ook uh, altijd nog heel blij en uh, ja, veel mensen nodig, uh, om het zo maar te zeggen, die alles samenstellen. Nou, in die fabrieken maken we nog steeds gebouwen van hoge kwaliteit. Alleen we maken geen kipwokken meer, dat doen we niet meer. We maken wel uh, onderwijsgebouwen, we maken bergingen, we maken daken en gevels en complete huizen. En daar ga ik je straks meer van laten zien. Maar we maken ook gebouwonderdelen. Uh, dit is bijvoorbeeld een hele grote brug waar de twee gebouwen mee gekoppeld zijn, uh, een loopbrug over een weg. Dat engineeren we zelf en maken we zelf. Dus we hebben zelf ingenieurs, constructeurs, timmerlieden uh, en montageploegen die dit allemaal in eigen huis kunnen bedenken en maken. Hier zie je bijvoorbeeld knikspanten in een kas. Hier zie je die uh, kas van de buitenkant uh, en het hout wat er allemaal in zit uh, komt bij, uit onze fabrieken in Fransoep. Maar ook bijvoorbeeld zo'n sporthal waar we vakwerkspanten uh, hebben gemaakt en uh, ja, een manege van dit soort spanten. Dit zijn heel grote overspanningen, soms wel van uh, 50 of 60 meter. Dus er zijn hele grote afmetingen hout die wij kunnen verwerken in onze fabrieken. Uh, maar ook de paraplu's, dit staat in Maastricht en dit zijn constructief dragende paraplu's. Dus als de gebouwen die eromheen staan, als je die weghaalt, dan blijven de paraplu's met het glasdak, die blijven dan nog gewoon staan. En ook weer geëngineerd en gemaakt in eigen fabrieken. Hier zie je bijvoorbeeld een dak van Vitens. Dit dak is um, um, uh, gemaakt in Gelderland. En ook helemaal afgedekt met hout. Dus het hout wat erop zit, wat je ziet aan de bovenkant, is acoya. En dat is hout wat zo verduurzaamd is dat het uh, ja, waterbestendig is, uh, om zo maar te zeggen. En dat is wat, ik vind tenminste een heel mooi gebouw en daarom is het ook een uh, prijs gewonnen. Um, hier, Dit gebouw dus, uh, heeft een uh, architectuurprijs gewonnen, ook weer geïngineerd en gemaakt in eigen huis. En ik zeg dat het leek wel kunstwerken. En dit is echt een kunstwerk in reizen. En het gebouw wat, wat je op de achtergrond ziet, daar gaan we nu even naar binnen toe. Dat is het kantoorpand van Reggenfiber. En dat ziet er aan de binnenkant zo uit. Dus je ziet heel veel hout met hele mooie vormen. Maar ook bijvoorbeeld een brug. Weer van acoya zodat het ongeverfd buiten gebruikt kan worden. Nou, dit was even een teaser van uh, de Grootvormshoop. Um, en nu wil ik even kort vertellen wie ik ben. Um, in de aankondiging hadden we al gezegd dat ik een passie heb voor bouwen. En ik heb een passie voor hout. En dat ga ik jullie even laten zien. En dat begon ja, natuurlijk iets eerder. Ik ben nu uh, 56 jaar, maar het begon 35 jaar geleden, toen ik beste timmerman van Nederland uh, werd en ik uitgezonden werd naar Japan, Osaka, om Nederland te vertegenwoordigen op de internationale beroepenwedstrijden. Wat bijzonder was aan het, uh, uh, dat die timmerwedstrijden, de Skills Heroes in uh, Osaka, dat ik daar de toekomstige keizer en keizerin van Japan ontmoette en een hand uh, heb gegeven. Dat was toen heel bijzonder. En Daarmee hadden we ook uh, de voorkant van de kranten in die tijd. Hier zie je Keizer Akito. En ik sta niet op een verhoging. Um, ik ben ook niet zo heel groot. Ik ben uh, 1 meter 86, maar je ziet dan dat de Japanners toen het best wel uh, niet zo groot waren aan de Europeanen. In de periode 2006 tot 2016 bouwde ik eigenhandig, eigenhandig mijn droomhuis. Um, en daar heb ik niet alleen gebouwd, maar ook ja, de engineering heb ik er zelf van gedaan. Um, dus de werkvoorbereiding en alles wat erbij komt. Hier zie je de houtconstructie die erin zit. En die houtconstructie die is allemaal gemaakt van eik. En dat eik, de, dat zie je hier op de wagons, dat is per spoor aangevoerd vanuit het zuiden van Duitsland. En dat hebben we laten zagen in de zagerij in Drenthe. En dat is aangevoerd als balken, zonder te drogen, want ik wilde het eerst. Het hout bewerken en dan wilde ik het laten drogen in de open lucht. Nou, hier zie je uh, eigenlijk mijn veldfabriekje. Uh, je ziet nog net een klein stukje wit van mijn huis waar ik woonde. En ik heb naast het huis heb ik mijn eigen huis uh, gemaakt. En de houtverbindingen en gereedschap die ik daarvoor nodig was, die heb ik zo ontworpen dat ik dat zelf kon maken thuis. Dus eigenlijk zonder zware materieel of machines dat ik zelf thuis die verbindingen en die spanten kon maken. Je ziet hier zie je de eerste verbindingsplaten ingelaten met de roestvleestallen spies erdoor. En dat is ook mooi natuurlijk dat dat gelukt is. Maar ik denk dat er ook timmerli erbij zit en als je dit echt, als je dit kunt en, en het lukt op die manier, dan is bouwen, zeg ik altijd, echt het mooiste wat er is. Dat je dit soort dingen kunt maken. En daar ben ik echt trots op en, en niet uh, van, goh, wum, kijk mee eens, maar dit, dit, dit is gewoon super als je dat en, en dat maakt het bouwen vind ik zo gigantisch leuk. Nou, de werkstuk heb ik in een schaduw laten drogen, want de eik dat droogt ongeveer een centimeter per jaar in. Dus die balken zijn 20 centimeter dik. Nou, van beide kanten duurt het dus 10 jaar voordat zo'n balk aan de buitenlucht droog is. Dat geldt ook voor de gordingen, die heb ik netjes opgestapeld. En ja, ik zeg al hout is goed, maar soms is gewapend beton beter. En hier zie je eigenlijk een hoek van mijn huis, waar ik een fundering eh, ondermaak, omdat die tijdelijk ondersteund moet worden. Omdat ik het huis ernaast moest ik een booppunt graven. En ik zeg al, hout is goed, maar soms is gewapend beton beter. Zoals in dit geval als dit huis je enige onderkomen is. Kijk, dat moet natuurlijk niet in een gat vallen, want dan eh, heb je geen huis meer. En waar er kan, toch veel hout. Hier zie je eh, de verbindingen, de trekplaten waarmee de berlinen wand, dus de houten grondkerende wand, is eh, aangebracht. En hier zie je die, die wand verankerd aan die boomstam die ingegraven is. Dus allemaal met hout gemaakt, ook zodat ik het zelf thuis kon maken. Nou hier zie je de casco, Hier ben ik de spanten aan het monteren met roesvistalen uh, connecties. En hier zie je dat het casco van het huis klaar is. Het casco is gewoon van kalkzandsteen. Ik ook zelf verlijmd heb en uh, de spanten die er overeen staan ik was ook wel een betonnen ja een schoorsteen nodig om uh, de verbindingen uh, aan af te kunnen schoren zodat het huis ook zijn stabiliteit uh, kreeg en dat is door een mand en de schoorsteen waar elke spand is verbonden en um, eigenlijk met windverbanden de ja de stabiliteit wordt uh, geregeld voor de spanten en na het oprichten, toen dat allemaal klaar was, heb ik de constructie gezandstraald om het uh, eikenhouten looi en het uh, ja, uh, hout wat nat is, dat uh, eikenhout wat nat is, dat geeft looi af, om dat te zandstralen zodat het er ook mooi en netjes weer uitzag. En er zitten heel bijzondere details in, bijvoorbeeld zoals hier de ronde stiepen in de overgang tussen de fundatie en het zichtwerk, waar die stiep net boven de grond komt, die heb ik rondgemaakt en dat is eigenlijk uniek omdat de eikenbalken die gaan werken, die gaan iets verdraaien. En dan zou dat niet helemaal netjes lijken. En als je het maakt, dan hou je al je het zicht eraf. Um, dus je camoufleert eigenlijk dat het hout uh, een beetje kan werken. Dus zo heb ik over alle dingen nagedacht bij de boven het huis En kon ik eigenlijk mijn vakmanschap hier goed in uh, kwijt. Nou, zo is het uh, uiteindelijk gewo geworden. En zoals jullie kunnen zien, lijkt het best wel op het plaatje wat, het, uh, wat de architect bedacht had staat ook echt in het bos. De kozijnen ook zelf gemaakt in het veldfabriekje. toen het dak erop zat. Dit is mijn woonkamer. En zoals ik al zei, de houtverbinding en gereedschap zo ontworpen dat deze thuis gemaakt konden worden. Maar dan ga ik naar de grootschaps op. Dus mijn passie voor hout, dat kan ik op mijn werk kwijt, dus ik zei altijd, ik heb het heel goed gedaan, want ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt, dus ik heb altijd vakantie. Ik heb altijd vrij, dus ik ben altijd gelukkig als ik op mijn werk ben bijna. En en soms, soms moet je wel eens een tandje bij zijn of dat is even wat lastig, maar bouwen blijft, vind ik altijd het mooiste wat er is. En dan gaan we naar verbindingen in de fabriek, zodat we die kunnen maken met de gereedschappen en de robots en de machines zoals we die in FromSoap in onze fabriek hebben staan. Uh, hier zie je een uh, Unity machine, die wisselt zijn eigen gereedschap, die er achterin zit, en die kan Precies conform de specificaties, zoals onze ingenieurs die je op tekening uh, maken, maakt deze machines die producten. Hier zie je bijvoorbeeld die ronde kolommen van de paraplu's liggen aan de voorkant. Die hebben we ook gemaakt op die machine. En we kunnen dus digitaal heel precies wat je tekent, kunnen we maken met die machine. Uh, de programmeurs, die werken ook bij onszelf, die die machine moeten programmeren we hebben niet alleen timmerlieden, we hebben ingenieurs, constructeurs en we hebben machine operators. En het is heel belangrijk dat het goed past. Maar kijk maar eens even naar dit plaatje. En Je ziet daar een hoogwerker. En ik zal hem een beetje inzoomen. Kijk maar eens, zie je die man staan naast die balk? Je kunt je voorstellen dat die balk niet past, dat je daar niet met de handzaag even ietsjes afhaalt. Dus dit moet gewoon netjes passen. Er zijn balken denk ik van 2,5 meter hoog. Um, ja, dus het is heel belangrijk dat het heel precies allemaal past. Ja, en dan wil ik toch nog van slopen van gebouwen, dan wil ik naar een nieuwe generatie gebouwen. En wel naar gebouwen die zo zijn ontworpen en gemaakt, zodat je deze kunt monteren, maar ook weer kunt demonteren. En daar ga ik een paar voorbeelden van laten zien. Want op dit moment wordt er ontzettend veel altijd nog gesloopt. En dit zijn gebouwen die denk ik nog geen 80 jaar oud zijn. En soms worden gebouwen gesloopt die 50 jaar oud zijn. Hier zie je zie dat gebouwen met springstof uh, ja, worden die geploft en laten we ze zakken. Wereldwijd betekent dat dat de bouw ongeveer 40% van de afvalberg veroorzaakt. En ook ongeveer 40% van de grondstoffen nodig is. Uh, en dat, is, dat lijkt eigenlijk geen probleem, maar als jullie nagaan dat begin vorige eeuw waren we ongeveer met 1,6 miljard mensen op deze wereld. Um, begin deze eeuw waren we met 6 miljard en als je nu weet dat we met 7,6 miljard mensen zijn, dan zijn we in 100 jaar meer dan verviervoudigd. En daarbij gaan China, India allemaal um, ja, consumeren zoals wij dat in het Westen gewend zijn. En dat maakt dat er um, ja, ontzettend veel grondstoffen nodig zijn. En die grondstoffen zijn er gewoon niet meer op den duur. Dus we moeten echt anders gaan bouwen. En zoals Einstein al zei, het is waanzinnig dat je door elke keer hetzelfde te doen, toch verwacht dat er een andere uitkomst uh, is. Ik laat jullie zien hoe dat kan met staal en beton. Dit is een uh, project in Utrecht. En dan hebben we een staal-betonsysteem, stalen kolommen en be ja, betonnen vloeren, waarmee we heel snel uh, gebouwen kunnen neerzetten. Hier doen we dat met uh, drie bouwkranen tegelijk. Hebben we in, ik dacht in vijf maanden tijd... ...een school voor 1200 leerlingen gemaakt in Utrecht. Maar het bijzondere van deze school is... ...dat uh, deze gemaakt is van twee voormalige verpleeghuizen. Eentje in Heilo en eentje in Hengelo. Die hebben we daar gedemonteerd, omdat ze daar niet meer nodig waren. En daar hebben we in Utrecht een nieuwe school voor gemaakt. En die school gaan we waarschijnlijk eind volgend jaar weer ophalen. En dan maken we er weer een nieuw gebouw van. En soms messen we er ook een steen omheen. En dan wordt het een permanent gebouw. Maar het casco kun je altijd weer hergebruiken... Zo zie je die school van binnen eruit. En de gemeente, uh, die, vond ook, uh, die was heel blij met de school en de kwaliteit van die school. Maar verbindingen maken die uit elkaar kunnen met staal en beton, dat doen we ook met hout. Dus ik heb hier meer de machine die daar een uh, inkrozing maakt, heel precies. En dan zie je dat je dus ook in hout bijvoorbeeld de draad heen kan lijmen. En zo'n draadheen maakt dat je daar ook, een moer op kunnen draaien. Dus je kunt eigenlijk een soort van mecano maken van hout. Wat weer in elkaar gezet kan worden, maar ook weer uit elkaar gehaald kan worden als het nodig is. Hier zie je de verbindingen. We maken soms ook vaste verbindingen. Of wanneer hout langer moet worden, dan kunnen we dat met een vingerlasmachine doen. En een vingerlas, die zie je hier. Ook als we die verlijmen. En er zit een naad bijvoorbeeld midden in een balk, dan is die vingerlaas sterker dan die balk op zich. Dus we kunnen balken langer maken door ze gewoon in de lengterichting te verlijmen. En dat ziet er zo uit. Daar ga ik straks meer van laten zien. En daar hebben we eigenlijk um, gebruikt dat um, uh, verbindingen in elkaar kunnen zetten met heen en weer uit elkaar kunnen haal, halen, hebben we weer een soort van revival, zeg ik dan, gegeven. Daar hebben we een vernieuwing gegeven. Een systeem waar we mee in de jaren 60 uh, tot en met de jaren 80 uh, onderwijsgebouwen maakten en kantoorgebouwen. Zoals je hier uh, op dit plaatje ziet, hebben we eigenlijk uh, helemaal een, een, een vernieuwing gegeven, een vernieuwingsslag. En daar zijn we weer nieuwe generatie gebouwen mee gaan, gaan maken. Nou, hier zie je een tekening van de plug-in Klein Amsterdam. Dit is een school die uh, ongeveer drie jaar geleden gemaakt is in uh, Amsterdam, in de buurt van de NDSM-werf. Die school is door ons samengesteld gemodelleerd. Dus onze BIM-modelleurs hebben die op deze manier uitgewerkt. En die school is helemaal van hout, maar de verbindingen die zijn dus van metaal en wel zo gemaakt dat ze in en uit elkaar geschroefd kunnen worden. Hier zie je die draadeinden en de T-verbindingsankers. En hier zie je hoe een kolom-ligger verbinding gemaakt is die dus ook weer uit elkaar gehaald kan worden. En ik heb er even pijltjes bij gezet en de onderste pijltjes zie je dat die draad eind door de ligger komt en de moertjes die liggen en de plaatjes liggen er al bovenop. Die kun je er zo aan de onderkant onder zetten en dan kun je zo'n module aan elkaar draaien. En dat ziet er dan ongeveer zo uit in verbindingen en zo ziet die module eruit. En dat zijn dus allemaal remontabele verbindingen, dus we kunnen helemaal weer terug en we kunnen deze module helemaal weer demonteren, zodat er weer liggers over zijn. Hier zie je de montage uh, op het werk. Hier worden de modules gemonteerd tot een uh, schoolgebouw. En volgens mij is dit ongeveer drie weken nadat we zijn begonnen met de montage van de eerste module. En dan ziet het er van binnen zo uit. Het is ook nog een hele mooie school geworden. De school in gebruik. En samen met uh, de Saksion Hogeschool hebben we ook uh, ja, sensoren ingebouwd om op afstand te kunnen meten hoe het houtvochtgehalte zich ontwikkelde onderin de school. Maar ook de luchtkwaliteit in de school. En dat doen we vaak samen met onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld zoals Saxion, zodat studenten ook kunnen leren wat uh, deze gebouwen, hoe zich, die, uh, ja, hoe, hoe zich die gedragen zeg maar uh, in de praktijk. Hier zie je de meerdere resultaten, hoe het houtvocht zich ontwikkelt en het blijkt dus gewoon dat je op een heel goede manier uh, zulke houten gebouwen kunt maken. Um, ja, en heb ik, hier staat dus het plaatje waar ik het al over had. Maar als je in 2010 geboren bent, hoeveel grondstoffen staan dan nog tot je beschikking? En dan zie je dat heel veel grondstoffen al eindig zijn op niet eens al te lange termijn. Dan heb ik het over uh, koper, zink en heel veel uh, andere grondstoffen die we ook gebruiken in de bouw, die raken gewoon op. Um, hout, dat ik al laten zien, dat hout dat groeit. En als je hout gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. Uh, dat betekent dat je wanneer je een boom oogst uit het bos haalt, dat je drie uh, bomen terugplant, uh, dan is het bosareaal in evenwicht. Dus dan kun je eigenlijk uh, bomen goed oogsten en gebruiken voor je gebouwen. En als er nog het mooie van hout is, dat hout tijdens de groei CO2 uit de lucht neemt en dat hij het pas weer afgeeft op het moment dat je hout bijvoorbeeld verbrandt of wanneer hout niet geoogst wordt als het hout verrot, dan geeft het de CO2 ook weer af. Jullie hebben vast wel meegekregen dat uh, 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 hout, de laatste keer in het 8-uur-journaal, hout en bouwen met hout neemt echt een heel grote vlucht. Dat uh, komt met name ook wel door uh, de CLT-productie, dat is cross-laminated timber, waar je heel groot formaat panelen van kunt uh, kopen die heel sterk zijn en waar je ook uh, ja, hoog mee kunt bouwen, uh, robuust mee kunt bouwen. En dat komt eigenlijk uit de landen, uh, De Alpenlanden, de Daglender, zeg ik altijd, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daar hebben ze heel veel ervaring met holsblokbouw. Hier wat plaatjes ervan. Um, en er zijn huizen die al vaak uh, ja, honderden jaren zelf staan. Maar dan vragen ze me soms ook van Wim, um, stenen is toch veel beter? Kun je echt wel met hout bouwen? En dan zeg ik van ja, kijk naar het verleden. Um, hier zie je bijvoorbeeld een, een kerkje Ringenbuur in uh, Noorwegen. En er staan nog veel meer van dit soort kerken. En die staan er echt al honderden jaren. En die staan ook vaak onbehandeld in de buitenlucht. En ja, dat, dat, dat wil gewoon op een hele goede manier. Je ziet ook dat door die duurzaamheidsvraag hout helemaal weer uh, ja, op zijn terugkomst is. Dus hout zijn we een beetje uit het oog verloren in de bouw. Maar hout komt echt weer terug. Er zijn de bomen die groeien in de Europese bossen. En daardoor heel veel CO2 opvangen. Zoals ik al gezegd heb, de, de, de boom die groeit. Waar je mooie dingen van kunt maken. Daar zijn we natuurlijk ook druk mee met social media. Uh, waarschijnlijk, ja, heb je Michel een keer wat voorbij zien komen. Maar we hebben, nadat we Amsterdam gebouwd hebben, hebben we ook een school gebouwd in Rotterdam. En die school werd nog groter. Uh, en ook nog wat ingewikkelder. Maar dan moest een sporthal binnen. Uh, maar ook een. Keuken, zodat de leerlingen daar konden leren koken. Dus het zijn echte gebouwen van hout die er nog een keer heel fraai uitzien. En de buitenkant, daar wilde de architect graag een spiegel op, zodat je het idee hebt dat je eigenlijk dwars door die gevel heen kijkt. En dat heeft die school ook aan de buitenkant een hele bijzondere uitstraling gegeven. Hier zie je die spiegel. Het is echt een echte spiegel, dus je, 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 je kunt hem ook gebruiken als spiegel als je dat zou willen. En er zit weer hout op een open lattenstructuur eroverheen, zodat het allemaal ja, fraai en netjes eruit ziet. Ja, en dus ik zei altijd, deze architect is gewoon top vijf architect van Nederland. Die stuurde me dan een appje en die zegt, goh Wim, wat een fantastisch mooie school is dit geworden. En Je ziet nergens aan dat het in de fabriek geproduceerd is of modulair is samengesteld. Dus dat vond ik een van de, ja, een belangrijk compliment die ook bevestigde dat we hier zeker mee door moesten gaan. Maar circulair bouwen, dat kan op meerdere fronten. Um, samen met de Universiteit van Eindhoven, uh, heeft de Grootstofsoor in 1999 houten wegportalen ontwikkeld? Die staan bij Zonzeel bijvoorbeeld. En die wegportalen, hier zie je ze, die staan er nu nog. En die wegportalen die staan er al meer dan 20 jaar. En we denken dat ze er nog wel 20 jaar kunnen staan zonder dat ze onderhoud nodig hebben. En dan denken sommigen, ja, maar hout heb je veel onderhoud aan? Nee, als je staal, een wegportaal hebt, die moet je na uh, 20 jaar uh, demonteren en zandstralen. En dan moeten we weer nieuwe verf op. En, en dit houten. Het portaal is gewoon gemaakt van Siberisch larynx, net zoals de staafkerkjes uh, die ik net heb laten zien. En dit kan gewoon heel lang mee. Dus hout kun je heel goed duurzaam mee bouwen, omdat het groeit, CO2 opneemt en omdat het ook gewoon buiten lang meegaat. Ja, en dan uh, pas hebben we weer, ook weer samen met de uh, Universiteit van Eindhoven, uh, hebben we uh, onderzocht hoe we daar uh, ja, nog weer vervolg aan kunnen geven. Hier zie je in de fabrieken weer portalen die over de weg gaan. Je ziet die, die ronding in die balk, die hoort erin te zitten. Dat is een toog, dus er zijn, uh, die zijn een beetje rond gemaakt naar boven toe, zodat als ze zo belast worden, uh, ja, een beetje op spanning staan naar boven toe, zeg maar. En er zijn daar kokers van gemaakt. En weer verbindingstukken opgemaakt, weer met een bootverbinding, zoals jullie die net ook uh, gezien hebben. En ja, hier zie je ze staan. En daar uh, zitten de verkeerslichten. Ja, en dat is dan circulair bouwen. Dus uh, dit is nieuw. Ze moesten er ook aan wennen. Zo vroeg is dit een Indianendorp, stond in de krant. Dus mensen moeten even aan wennen. Dat, dat, een houten portaal, dat, dat kennen we nog niet. Maar wij verwachten er veel, uh, veel van. Ga ik even weer terug naar de modulebouw zoals we die kennen. En de CLT. Want we hebben ook een woningbouwconcept ontwikkeld. Waar we huizen mee bouwen en gebouwen mee maken. Uit dit soort massieve platen, zoals die links op de, uh, ja, op de foto ziet. Zeg maar. En daar maken we kantklare modules van in onze fabriek in Enschede. Je ziet de badkamer, die wordt al vanaf de fabriek gemonteerd. Dat is ook een privé badkamer. En dan kunnen we met de kraan kunnen we deze modules monteren op een fundering. In dit geval is het een fundering van staal. Maar we maken ook permanente gebouwen, die staan dan op een fundering van beton. En deze foto, dat is echt een foto, dus geen artist-impressie, zo ziet het er van binnen uit. Dus je ziet echt het hout, het massieve hout van die CLT-panelen kun je echt zien aan de binnenkant van je huis. En het mooie is dat al die panelen geschroefd zijn, samen geschroefd zijn tot een module. En al die modules samen, weer samen geschroefd zijn tot een gebouw. En dat maakt dat we dit soort gebouwen, dit gebouw zijn we op dit moment aan het uh, monteren in Monnikendam, dat we dit soort permanente gebouwen al maken van hout als een nieuwbare grondstof, maar waar het hout ook nog een keer helemaal weer teruggeoogst kan worden. Dus wanneer dit gebouw, wanneer ze niet meer nodig zouden zijn over 100 jaar, kun je dit op paneelniveau terughalen. En dat gaan ze ook echt doen. Dit gebouw, daar ik de garantie van de GEM, dat wordt nooit gesloopt. Dit gebouw. Zal alle grondstof wat erin zit, wordt hergebruikt. En dat is circulair bouwen en kan op een hele verantwoorde manier, het plaatje wat jullie net, net zagen uh, in die woonkamer, die zie je hier in onze fabriek staan. Dit is dus een klom liggen weer met uh, de verbindingen zoals jullie die net hebben gezien. En daar wordt dan een module van samengesteld in Enschede, uh, zoals je hier ziet. En je kunt ook een module hebben van uh, ja, die beide zijkanten open is. Dan kun je dus heel grote woningen maken, uh, tot 12 meter lengte en uh, 4,5 meter breed, uh, per module. En die kun je aan elkaar koppelen. En uh, die worden in de fabriek in Enschede met automatische movers, zo heet dat, dat zijn eigenlijk, eigenlijk robots, transportrobots in die fabriek verplaatst. Dus het ziet er soms een beetje gek uit. Dan denk je, hé, hey, daar gaat een module die zweeft door de fabriek. Nee, maar die gaat dan op die robots, zweeft hij naar een andere positie, waar weer mensen. Uh, bijvoorbeeld, afwerking doen aan zo'n module. Dus we hebben een stuk of service stations. Uh, waar elke keer net in, in de auto-industrie. Uh, de producten verder afgewerkt worden. Nou, hier zie je zo'n dichte zijkant van CLT. De voorgevel ervoor. Ja, en dan hebben we hier een, 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 ja, een module. die halen we dan uit de fabriek. En uh, dit is eigenlijk wat we ook zelf ontwikkeld hebben. Dit soort trucks zie je normaal gesproken rijden. In de Rotterdamse havens. Die kunnen ongeveer 35 ton uh, tillen. En wij hebben dit soort trucks omgebouwd zodat wij die houten modules uit de fabriek kunnen uh, ja, wegrijden en kunnen laden op vrachtwagens. En je kunt uh, de, de, man, de man met een rode hesje kun je zien: dat, dat zijn echt, uh, uh, ja, echt grote trucks en ook echt grote modules. Dus je maakt, We maken er echte woningen mee. Niet, uh, uh, ja, kinderen speelgoedhuisjes, dit zijn echte uh, grote mensenhuizen maken we hiermee. Nou, dan worden ze op de transport naar de bouwplaats uh, gebracht, en dan worden ze uh, ge, ja, uh, van de vrachtwagen gehezen en uh, in het werk gemonteerd. En dan, zie je, dan koop je eigenlijk een huis. die helemaal in de fabriek is samengesteld. Hier komen er nog twee verdiepingen bij op en dan gaat het helemaal de hoek om. Maar ik denk dat die eind volgende maand zal dit uh, gebouw ongeveer uh, helemaal staan. Maar dit is nog maar het begin. Dit is het eerste grote woongebouw in Nederland wat helemaal van hout op deze manier samengesteld is. En er zit nog wel wat staalconstructie in bij de trappentorens. Om uh, ook in stabiliteit te voorzien en om, om de betontrappen in te hangen. En de galerijen zijn bijvoorbeeld ook uh, van staal. Maar alles remontabel samengesteld. Dus alles kan ook weer uit elkaar. Maar waar hebben we nog in de pijplijn zitten? Ja, we hebben hier een 7 uh, verdiepingen gebouw in Buikslotterham. Dat net vorige week. Zijn daar de heipalen de grond in gegaan. Um, ja, dat gaat er dan zo uitzien. Maar dit wordt nog vervolgd. To be continued heb ik hier staan. Um, want we hebben bijvoorbeeld vorig jaar in Alkmaar... hebben we een 38 woningen gemaakt. En... Ja, daar hebben we uh, zoveel exposure van dat we op dit moment de plaatjes die je hier ziet aangebouwen, dat hebben we allemaal in voorbereiding. En de woningstichting die die woning in Alkmaar gekocht heeft, die heeft net een contract getekend. Uh, ik dacht drie weken terug. Uh, en dan gaan we volgend jaar gaan we deze 127 woningen bouwen in Altmaar. Dus helemaal in de fabriek samengesteld, helemaal van hout. En uh, ja, dit zal er ook uh, snel staan maar ook dit gebouw en nou is aan de achterkant zit nog uh, een soort van torentje wat nog weer twee verdiepingen hoger is dus we gaan nu echt al richting 30 meter met massief houtbouw dus het, het is niet wat ik zeg uh, kinderspeelgoedhuisjes nee we gaan echt een robuuste bouw uh, maken we helemaal in hout en dan kom ik even weer bij Einstein die zegt van jong het is waanzin om te denken wanneer je elke keer hetzelfde doet dat je dan een andere uitkomst krijgt nee we doen dus ook dingen anders en dat hebben we al onder andere laten zien in een van onze oude bedrijfshallen. Daar zaten nog spanten in die in onze eigen fabrieken zijn gemaakt, 40 jaar geleden. Maar die fabriek die was niet meer up-to-date. Die was te laag, die was te smal. En er moest een nieuwe fabriek komen. En toen zeiden we van: wat gaan we doen met dat uh, hout wat erin zit? Want het is wel te kort, uh, het is ook wel oud. Maar we zeiden, joh, maar dit kun je heel goed circulair hergebruiken. Dus wat gaan we doen? We gaan het oud oogsten. En eigenlijk is uh, die tweede oogst. Je ziet hier boven de nieuwe oogst van fris groen hout. En rechts zie je het hout wat geoogst wordt uit onze eigen gebouwen. Dan zie je eigenlijk dat het op, de, op een hele goede manier kan. We hebben in onze fabrieken hebben we het hout neergelegd. En dan zie je, dan ziet het er allemaal niet zo heel fraai uit. Dan denk je van ja, dat is een oude balk. Dat, uh, ja, maar we hebben die balk schoongemaakt. We hebben hem geschaafd. De balk was te kort. Een meter of tien dacht ik. We hebben er een vingerlas aan gemaakt, zoals je hier ziet. Vervolgens hebben we die, die vingerlas we natuurlijk ingesmeerd met lijm en dan hebben we die balken aan elkaar gelijmd, zodat we een lange balk hadden. En dit zijn gewoon de oude balken die je net zag. Dus het oude hout, wat, wat ja, nu vaak nog gewoon in de vulverbrander gaat, um, hebben wij gewoon nu weer nieuwe spanten van gemaakt. En nu mensen zien dat het gewoon kan, krijgen we ook heel veel aanvraag naar. Van hey, ik wil circulair bouwen. Hebben jullie geen oude spanten die ik kan gebruiken? En wij zien dat daar ook een nieuwe markt ontstaat. En in die markt spelen wij al uh, op in. En met name door zelf een goede voorbeeld te geven. Dat je hout, wat eigenlijk al 40 jaar dienst heeft gedaan, nog een keer weer 40 jaar kunt laten meedoen. En dan heb ik nog even een filmpje en mij kom ik dan precies goed in de tijd uit. Als je die op wilt starten... rust van de grote zo. Uh, we staan hier bij Koopro in Aldenwijk uh, bij de nieuwbouw van uh, de nieuwe bedrijfshal van Koopro. Bijzonder aan dit project is dat het een voormalig ijsbaan was in Haddenwijk, later ook bekend als Hadde Ja, Dit is eigenlijk een gebouw dat 40 jaar geleden in Haddenwijk voor de eerste keer gebouwd is en nu voor de tweede keer weer wordt opgebouwd in Almelo. Bijzonder is ook dat het nu ook helemaal remontabel gebouwd is, dus alle onderdelen die in het gebouw gebruikt zijn, zijn straks weer te remonteren. Hergebruik klinkt logisch, maar is dat niet zo invloed? En waarom niet? Omdat het altijd gaat om vraag en aanbod voor elkaar te brengen op het juiste moment. Deze is constructie die zou verdwijnen in de afvalverbranden, maar omdat de ontwikkelaar die, ja, die eigenaar was van Hades Plaza, verbreed heeft om het toch weer te moeten hergebruiken wat kan hebben we benaderd. Nou, dat heeft geresulteerd in dat wij ja, samen met Compro naartoe zijn geweest om te kijken kunnen we dit fatsoenlijk weer hergebruiken. Daarna, daarnaast heeft het natuurlijk heel veel voordelen als het gaat om uh, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die je nu niet hebt uh, door de primaire grondstoffen te moeten aanspreken. In dit geval is er 110 ton hout uh, voorkomen bomen, dat is een uh, En dat maakt dat er 150 ton CO2 blijft opgeslagen in een constructie die hier al. 40 jaar daarvan bestaan. En dan kun je ongeveer vergelijken uh, met uh, 166 huishoudens een jaar lang elektrisch station gebruiken. Ja, we staan nu op de eerste verdieping van het kantorendeel wat we hebben ingebouwd. Nou, dat is ook gebouwd met uh, secundaire uh, Ja, Die zijn primair gemaakt uh, in de fabriek bij Weston, Maar die zijn uh, zo ontwikkeld, samen met de Weston dat ze gedemonteerd kunnen worden en uh, op het gegeven hergebruikt kunnen worden. Wat was er voor nodig om uh, dit tot een succes te maken? in ieder geval... Was dat een? van Fulby filmpje wel? Ja. ja Oké. Okay. Ja, no, prima. Ja, ben ik in de lucht? Zeker. Uh, Oké. Okay. Nou, dan ga ik weer naar de future builders. Ja, Jelle die had uh, gevraagd van... Uh, uh, in ieder geval bedankt voor complimenten, Jelle. Uh, Jelle zegt een mooi huis. En uh, hoe lang ben je daarmee aan het bouwen geweest? Um, ja, ik heb het naast mijn werk als uh, directeur uh, ja, van een bouwbedrijf gedaan. En eigenlijk alleen maar op de zaterdagen. En de bouwvakvakantie bijvoorbeeld. En de kerstvakantie. En dat heeft gemaakt dat ik uh, in totaal ben ik, uh, ongeveer 10,5 jaar aan het bouwen geweest. Dus wel heel veel discipline opgebracht. En, uh, uh, maar heel veel plezier ook aan beleefd. Dus uh, ik heb mezelf ook niet de druk opgelegd. En Dat hoeft ook niet, omdat ik naast het huis woonde. Dus ik heb mezelf niet de druk opgelegd. Dit moest snel klaar. Ik heb gewoon gedacht: ik wil van de reis genieten. Ik, ik mag heel graag ook met mijn handen werken. En uh, ja, op mijn werk moet ik heel veel natuurlijk ook met mijn, uh, uh, met mijn hersens werken. En dan moet je ook als je met je handen werkt natuurlijk. Maar uh, ik vond het echt ontspannend om uh, weer lekker aan het timmeren te zijn en het messelen te zijn. Dus gewoon, uh, ik zou het iedereen aan kunnen raden. Uh, maar leg, de lat niet te hoog voor jezelf. Neem de tijd en uh, geniet van de reis. Ja, Anno die vraagt van wat is de maximale overspanning van uh, CLT? Ja, en met CLT kun je best wel ver overspannen, uh, maar je moet het eigenlijk wel slim doen. En ik denk dat een slimme overspanning, um, die gaat zo'n beetje tot vijf meter. En alles wat je meer doet, ben je wel heel veel hout nodig. Dus um, je kunt veel verder overspannen met CLT, maar je moet je altijd afvragen, um, wanneer is het nog slim en, en wanneer kan ik beter bijvoorbeeld met gelamineerd uh, gelamineerde ligger, doorverspanning maken en dan weer met dunne CLT uh, haakstrop overspannen. Dus elke keer de afweging maken, hoe gebruik je zo min mogelijk uh, grondstoffen? Um, dan had ik nog even, ja, we zijn nu aan het uh, onderzoeken uh, ja, hoe hoog we kunnen bouwen met CLT. Nou, we zijn nu aan het onderzoeken uh, met een gebouw van uh, 15 verdiepingen. Dus dan gaan we richting 45 meter in uh, houtmodulebouw. Um, daar moet, ja, dat daar daar wil ik dan eigenlijk graag, omdat we, we willen ook geen fouten maken. Een betonnen kern in, dus een trappenhuis en lift, wat we uitvoeren in beton. Maar wel demontabel uh, beton. Dus ook dat de uh, liftkern en het trappenhuis eromheen uh, weer gedemonteerd kan worden. Dus wel een remontabele bouw. En dan stapelen we de modules omheen. En dan kunnen we ook ongeveer een boosnelheid halen van een uh, laag per week in zo'n gebouw. Dus dan zie je een gebouw van 45 meter. Dat is een twee maanden tijd staat Dus uh, dat is echt. Maar het is wel high-tech bouw, dus we, we zijn er ook voorzichtig mee. Dus ik wil ook niet uh, te hard lopen en vallen. Dus we doen alles heel voorzichtig en heel uh, uh, ja, gedoseerd. Dus uh, de 27 meter, die tikken we uh, straks uh, rond de bouwvak aan in Beutschotterdam. En dan zijn we met gebouwen die naar de 40 meter gaan, zijn we nog in de ontwikkelfase. Kunnen we nog, ook nog weer wat bijleren. En vriendenvraag vraag van hoogbouw, of dat vaker voor gaat komen. Ja, wat je nu ziet is echt... Uh, dat uh, ja, er is een soort van wedloop Wie kan het uh, hoogste gebouw maken van hout? Zoals de Meerstraatoren in, uh, in Noorwegen is daar een voorbeeld van. En ik denk dat, dat die wedloop er wel is. Maar ik, ik denk ook dat je je moet afvragen, wanneer is het nog slim? Kijk, als je hele grote afmetingen krijgt om echt richting die 100 meter in hout te gaan, kun je je ook afvragen, joh, is dat niet slim? Kun je dat niet beter met staal of beton doen? Dus ik denk elke keer een goede afweging maken um, en gewoon slim bezig zijn. En ik, ik zeg ook altijd: van joh, uh, wij zijn nogal gek op beton en we zijn nogal gek op staal. Uh, Bouw gewoon met de materialen die je uh, het, het meest slim toe kunt passen. Maar pas er dan wel zo toe dat je ze kunt remonteren. Dus beton, remontabel, zou ik zeggen, perfect. Dus maak bouwen leuk en zorg dat die grondstoffen voor ons uh, uh, ook volgende generatie bereikbaar zijn. En uh, dan zou ik zeggen: bedankt voor jullie aandacht.